het vliegtuig, het mooie vliegtuig. Het staat op special via Hartenwacht. Weer is daar rustig tegen. Want heel lang. Ik ga samen met Arjan. Ik ga zo met een effect. Ik ga met Arjan zijn laatste film morgen maken. Dat kun je zo. Nou, hartstikke leuk. Volgende week. Ja, ik ben niks. Wilt u plaatsnemen in de zaal op de stoelen? Dank u wel. Staat een vliegtuig, plantenresten, dierenresten. In hoeveelheden, enorme hoeveelheden, hebben miljarden jaren geleden zijn samengeperst. En hebben een zwarte, dik vloeibare vloeistof gemaakt. En als we vliegen, zoekt die vloeistof, een deel daarvan, zoekt zijn weg via kleppen, via leidingen, naar de motoren. Daar wordt het opnieuw samengeperst, gecomprimeerd. Dat brengt grote luchtschroeven in beweging. En het hele gebeuren trekt ons los van moeder aarde. En dan ben ik hier, gebruikmakend van die oeroude potentiële energie. Ik loop hier rond, een jaar of 60, 70, 80. En nou, denk ik, ik koop van de week die brandstof, ik betaal ervoor. En dan denk ik dat het van mij is. Het is mijn bezit, die brandstof. Dat klopt niet. Als je vliegt, wat je krijgt aangeraakt als je vliegt, moet je ooit terugbetalen. Voor de aviateur komt er ooit een tijd van payback, payback time. Hoe dan ook. Toen ik net begon te vliegen, dacht ik vaak, dit krijg ik nooit onder de knie. Dit is niet te doen. Maar na mijn eerste solovlucht, nadat ik weer een brevet had gehaald, voelde ik mij herenmeester. Tot ik de volgende truc onder controle moest krijgen. En toen kwam weer die twijfel naar boven. Dit is niet te doen. Ik ging een duel aan. Ik ging een confrontatie aan met de drie dimensies, met de elementen. Links, rechts, voor, naar achter. Ik was daarmee aan het stoeien. Tot het vliegtuig tegen me zei, ik wil wel jouw vriendje zijn. En toen begon ik het te leren. En toen werd het duel, werd een duet. En toen werd het conflict getransformeerd tot dans.
must be the pilot with the five stripes. Uit mijn hoofd, maar hier breek ik steeds mijn tong over. De Nationale Federatie Historische Luchtvaart. De nieuwe man, een man die bijna even groot is als ik, Christian Soeterman. Ik sta hier mijn eerste officiële handelingen te verrichten als nieuwe voorzitter van de federatie. Harry, voor vandaag heb jij heel veel gedaan. Ik kan mij geen betere oud-voorzitter voorstellen. Je hebt me niet laten bungelen. Je hebt mij vol enthousiasme voorbereid op het voorzitterschap. En ik hoop samen met de anderen van het bestuur van de federatie veel te kunnen betekenen voor de leden. En ik hoop dat jij veel draagvlak weet creëren in Den Haag, Hoofddorp en Brussel. Veel dank, Harry. Het is natuurlijk een fraaie combinatie van feestelijkheden vandaag. De opening van deze prachtige hangar voor iconische vliegtuigen, en er komt er nog eentje aan. Vliegtuigen uit de historische luchtvaart die met bloed, zweet en tranen zijn gerestaureerd. En de uitreiking van een prestigieuze prijs aan prominente vertegenwoordigers, in dit geval een prominente vertegenwoordiger. Uit een groep van mensen die zich met hart en ziel inzetten dagelijks voor de historische luchtvaart. Is het toeval dat de prijs in het jaar 2008, de prijs wordt één keer in twee jaar uitgereikt, is uitgereikt aan degene die aan de basis heeft gestaan voor deze prachtige hangar? Nou, ik weet niet of het toeval is, maar dat is wel Arjan Drost, oud-voorzitter van de federatie ook, en die nu achter de sturen van die Catalina op weg is naar ons toe. Een prachtig voorbeeld van wie dit soort of deze categorie awards verdienen.